Ik ga eindelijk auto rijden voor de eerste keer na 2 jaar en 20 uur te rijden in mijn hele leven. Dus voor alle chicks die kijken, ik wil jullie gewoon zeggen, de komende 3 maanden maakt niemand kans bij mij, niemand. Het is dinsdagmorgen en de vorige keer dat ik ben gaan joggen, dat was het 3-4 dagen geleden. Heb ik mezelf gezegd dat ik 3-4 dagen later weer zou gaan joggen. En gewoon zo het joggen heel rustig weer gaan opbouwen in mijn leven. Omdat het gewoon iets goeds is. Je voelt je gewoon goed na de hand. Ik eet nogal graag, dus om dat te balanceren moet ik ook een beetje joggen. Anders dan kom ik bij en dat wil ik niet. Dus ik ga dadelijk naar buiten. Ik ga joggen. Ik ga een beetje solliciteren. En ik hou jullie op de hoogte van alles. You think it's one. Ik weet nog, toen ik zo 1 of 2 weken zonder job zat en ik was aan het solliciteren, ik wou werken voor het geld natuurlijk. Nu ook, ik wil gewoon werken voor het geld, want het ding is gewoon, als ik ga werken voor iemand, man, altijd de eerste of de tweede dag of de derde dag, dan besef ik van damn, hoeveel geluk ik eigenlijk had. Dat ik gewoon vrij had, dat ik niet hoefde te werken voor iemand, omdat ik gewoon echt niet kan leven met een baas boven mij te hebben. Dus iemand die mij zegt van, ja, je moet dit doen, je moet dat doen. Het is gewoon zo, als ik praat met de eigenaar van de zaak die daar werkt, dan weet ik nooit hoe ik me moet gedragen. Want in mezelf ben ik een leider, dus ik praat graag zo'n beetje hard en zeggen van, ja, kan je dit doen, dit doen. Maar als dat de eigenaar is, dan weet ik niet hoe ik me moet gedragen, snap je? En ik haat dat gewoon. En dat is ook gewoon een van de redenen waarom ik gewoon focus op muziek. Maar dat is een van de laatste redenen, snap je? De eerste is dat ik daar sowieso elke dag van mijn leven bezig mee ben, omdat het mij gelukkig maakt. Ten tweede, om andere mensen gelukkig te maken. Ook al is mijn eerste mixtape een beetje straat, maar dit zijn hits van 2 jaar geleden die ik nog heb. Maar zijn er maar een paar van die tijd geleden dat ik nog heb, dat ik echt wil uitbrengen. Op die mixtapes gaan jullie de rood zien hoe ik ben, van wie ik was tot wie ik ben. Hoe meer jullie dichtbij bij dit moment komen, zien jullie dat ik gewoon puur liefde heb. Ik ben geen straatboy meer of zo, of hoe noem je dat? Boy van de straat, dat ben ik niet meer, man. Jullie gaan het wel zien op de mixtapes. Maar nu, let's get into the running. What's up guys? En de laatste wat ik nog wil zeggen is dat ik ben wakker geworden met letterlijk een hit refrein in mijn hoofd. Ik was zo, je weet toch, zo 75% wakker. En ik had zo'n deuntje in mijn hoofd en zo'n woord waar ik bleef gaan. En dat was zo'n gezongen toon. Zo echt mooi, man. Ik heb dat nog een keer gehad, hè. Misschien 2, 3 keer in mijn leven. Maar nu dacht ik van, nee, man. Nu ga ik meteen opnemen hoe die toon is. Hoe ik denk dat dat liedje moet zijn. En ik heb dat dus gedaan het eerste dat ik wakker werd. Ik pak mijn camera, ik begin te neurien. Ik ga jullie laten horen, man. Hopelijk kijkt er geen rapper of zanger die het gepikt van mij. Maar ik ga het jullie nu laten horen wat ik had opgenomen. Baby, ga niet los, 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 los. Ik heb zo lang gewacht op jou. Ik heb zo lang gewacht op dit. What up, squad? Zoals jullie kunnen zien, zijn we later aan plaats omdat we naar de zolder gaan. Omdat hier nog een verdieping is die niet wordt gebruikt in het appartement. Dus misschien wil zij dit gaan laten ombouwen door de huisbaas, zodat ze dat later kan gaan gebruiken. Maar ik moet eerst naar boven gaan, omdat zij een beetje bang is, of niet? Ja! Waarvoor ben je zo bang? Gewoon, stel je voor dat de muizen niet zitten. Oeh! Sam, kijk, jullie hebben gezien dat ze een beetje bang is voor muizen. Ik ga zo naar boven en ik ga dit naar beneden gooien, doen alsof er een muis is. Dus kijk erbij, zo. Babe! Ik ben klaar, hè. Kom. Ben je zenuwachtig? Dadelijk komt er een fucking muis naar beneden. Nee, doe normaal. Ik zweer. Ik ga mijn gsm hier eerst laten. En dan mag ik hem niet zetten. Oké. Ik ga dat goed vasthouden. Ga. Zet de eerste stappen, want dat zijn sowieso veilig. Maar jij gaat de hele tijd beneden blijven. Ja. Ik moet ook nog terug veilig naar beneden komen. Ja, ja, maar ik ga ook mee naar boven straks. Hè? Nu? Ja, maar jij... straks. Allee, nee, samen met jou. Nee, ik ga die ladder voor jou houden, man. Je gaat niet. Nee, 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 ik wil samen met jou. Samen. Ik ga sowieso, ik durf dat. Ik ben al zo gegaan. Fuck dat. Maar doe die ladder hoger dan, wacht. Oh, hoger. Maar je moet zo naar boven springen. Ja, maar doe eens rustig, man. Hier zijn sowieso ratten, dus. Ja? Ja, duh. Wat?
Sowieso. Hoe sowieso? Jongen, weet je hoe oud dat hier is, man? Nee, ik ga me niet liegen. Ik zweer het. Maar, zit je aan het liegen of wat? Nee. Maar, zit je zeker? Ja. Maar, okay. Die willen dat openen. Ik weet, maar ja, als die dat hier ombouwen... Jongen, weet je wat een werk dat gaat zijn, man? Wacht, ik zie daar iets. Brand. Hoera! Oh. Hoera! Babe! Kom hier! Hey! Kom hier snel! Nee! Rat, Miji! Dat is vliegende rat! What the fuck? Oh, Miji, er redt een engel! Oeh, we zijn er weer! 1-0, Frank is gelukkig, let's get it. Tot zo! Help me! What up, squad? Zoals jullie kunnen zien, there went something down. Ik en mijn baby hebben elkaar ingesmeerd met een gezichtmasker. Weet ik wat, allemaal voor soort crème. Ze heeft hem meegedaan. Daarna is me uitgelegd hoe ik de baard moest doen. Was super chill. En morgen, dus de volgende clip wat jullie gaan zien, is ik die auto gaat leren rijden met mijn baby. Dus it's gonna be lit. Stay tuned. Ik zie jullie in de auto. Woo! Hier is het moment waar iedereen op heeft gewacht. Ik ga eindelijk auto rijden. Voor de eerste keer na 2 jaar en 20 uur te rijden in mijn hele leven. Ja. Oké. Dus we gaan beginnen met de stoel, denk ik. Ja. Hier is de gas, oké. Ja. Hier, de middenste is de rem. Ja. Oké, dus koppeling links, ja. Gas rechts. Ja, doe je ook die dingen in de natuurlijke stad en zo. Ja, dus in het eerste, ja, goed zo. En nu? Koppeling, samen met je rem. Gas geven en een beetje loslaten. Gas, gas, gas. Ik moet echt horen. Gas, gas. Laat je koppeling los. Nee, ga naar links. Niet te veel. Als je dat doet, schakel meteen. Want snap je, dat was te veel. Oké, okay, maar zo moet je een beast mode optrekken. Gabi, doe normaal. Concentreer alsjeblieft. Ja, maar je zit te veel aan het spelen. Ik ben aan het wachten op eten, dadelijk weer rijden. Pingos krrrra. Rijden met 70. Gordel. Tuurlijk. Jullie, ik heb zijn weg, jongens. Let's get some, jullie. Ik heb puur gereden, ik voel me King Kong. Niks meer te maken, oké? Okay? Let's get it. Waar moeten we naartoe? Rechtdoor altijd. Ja, ik heb het leukste. Ik zei dat ik mag rijden. Ja, dat is goed. Dat is perfect. Bam! Je wil staan hier recht. Woe! Jullie! Baby en ik gaan nu iets lekkers eten. Kapsalon. Met samurai, zonder tomaat, met kip. En ik hoop dat jullie hebben genoten tot nu toe van deze vlog. En ik zie jullie morgen. Swan. What's up guys, zoals jullie kunnen zien zit ik in de trein nu. Ik ben net gaan solliciteren bij 2 of 3 interims. En ik heb er heel goed gevoel bij. Die vrouwen houden mij graag. Ze gaan mij goed helpen denk ik. En ja, ik heb er volle vertrouwen in dat ik sowieso volgende week een job heb. Dus stay tuned. En wat ga ik nu nog doen? Ik ga nu nog naar huis. Ik ga Mietje snel thuis zetten. Ik heb een andere afspraak. Ik ga nu lekker eten. Ik heb ook eten voor muziek gekocht natuurlijk. En tot zo. What up squad? Het is vrijdag nu en ik ben nu onderweg naar de most important meeting van mijn life op dit moment. Dit is een sollicitatiegesprek en ik zou kunnen gaan werken als social media marketing agent. Maar zoals jullie nog niet weten en ik nu zal vertellen, is dat ik in mijn vrije tijd ook voor social media studeer. Als ik daar nu mee mijn brood zou kunnen verdienen, zou gewoon meer dan perfect zijn. Omdat het mij sowieso interesseert, dan leer ik bij, snap je? En die kennis die kan ik gebruiken bij mijn muziek,
of vlogs of whatever, filmen zo. Zullen zien hoe het loopt, man. What the hell, guys. Ik besef nu net dat dit het hotel is waar ik mijn eerste liefde heb leren kennen. Dat is mijn eerste vlog wat uit is gekomen. En die titel heet What is Love. Ik ga die link in de beschrijving zetten. Je kan die daar gaan checken. En daar heb ik dan met een chick op hotel gezeten die ik pas al leren kennen. Gekke dingen meegemaakt. En ik ga nu daar solliciteren, man. Iedereen, zo je. Ik ben nu daar binnen 2 minuten, dus zie jullie binnen. Ik had een sollicitatiegesprek vandaag. What's up, guys? Ik ben net uit het hotel en ze heeft gezegd dat ik te weinig kennis heb om aangenomen te worden. Wat ik heel jammer vind, heel jammer. Maar dit heeft me wel weer gemotiveerd om gewoon mijn stappen te gaan ondernemen op dat vlak en die kennis op te doen, omdat ik heel veel kansen misloop. Dus ik ga me nu focussen op dat vak. Elke dag iets bijleren, want ik ben het. Ik moet werken, aan de tram halen. What's up, guys? Het is zaterdagmorgen en ik ben mijn dag begonnen met de social media marketing program weer te beginnen leren. Ik heb een half uur geleerd. Ik heb dingen opgeschreven wat ik heb onthouden. Daarna uitgelegd wat ik heb geleerd. En nu is het tijd om te gaan joggen. What's up, guys? Zoals jullie zien ben ik net klaar met joggen. En ik heb nog 20 minuten gejogd, ook al zei ik tegen mezelf in het begin ik ga een half uur joggen. Maar hoe komt dat nu? Op het einde van de jog was ik aan het beseffen dat ik eind van deze maand een challenge ga doen met een nigger van mij. We gaan een burger eten van 1,6 kilo, minstens. Plus groente en brood erbij, snap je? Dus ik was aan het denken, ja, als ik nu ga afvallen als een Mongool, dan kan ik de challenge niet meer bijhouden dadelijk, van 1,5 kilo. Ik denk al sowieso dat ik die niet ga opkrijgen, maar ik ga mijn best doen, want dit is niet alleen een challenge van die frituur zelf, dat we het geld terugkrijgen als we die burger opkrijgen, maar ook een challenge met die kameraad van mij. Wie het meeste opkrijgt van die burger, betaalt de andere de prijs van die burger. En die burger die kost rond de 50 euro. Dus vandaar, snap je? Dus ik ga niet te veel afvallen nu. In ieder geval, na die challenge ga ik gewoon afvallen, gezond blijven leven forever, man. Dan is het done with die crap, snap je? Ik wil eten om te leven, niet leven om te eten, idee ik zo. It's one, ik zie jullie. What's up, guys? Zoals jullie kunnen zien lig ik lekker op de bank. En ik heb me nog niet gedoucht eigenlijk. Ik ben terug van het joggen en shit. Ik wou even met jou praten, gewoon omdat ik dit kwijt wou. Over mijn relatietoestand op dit moment. Dus ik ben weer samen tussen haakjes met mijn ex. En het ding is gewoon, zij weet dat ik gewoon niet op één pussy voor de rest van mijn leven kan blijven. Snap je, ik hou te veel van vrouwen om met één vrouw te zijn, jullie. Zij kan het niet echt handelen en zo. Maar nu uiteindelijk zijn we toch weer zo half samen en shit. En het is zo ingewikkeld, man. Maar het ding is gewoon, ik voel me gewoon dat als ik bij haar blijf, dat ik mezelf gewoon terughou van dingen wat ik kan bereiken of dingen wat ik echt wil. Een relatie hebben, dat vraagt toch veel tijd. En ja, ik wil nu echt gewoon op mezelf focussen. Of dat nu egoïstisch klinkt of niet of zo. Maar ik wil gewoon echt op mijn carrière focussen. Dus vandaar dat ik vandaag, het is zaterdag, als ik klaar is met werken, ga ik dat met haar bespreken en zeggen dat we gewoon beter toch niet samen blijven. Daarna heeft ook een andere vriendin van mij gevraagd om iets te gaan doen. Zo met mij op hotel gaan of andere dingen en zo, of naar me thuis komen. En ik heb dat ook geskipt, omdat ook als ik met haar zou gaan chillen, dan ga ik weer zo afdwalen van mijn pad en van mijn focus en dat wil ik gewoon niet. Dus voor alle chicks die kijken, ik wil jullie gewoon zeggen, de komende 3 maanden maakt niemand kans bij mij, niemand. Al is je naam Beyoncé, dat skip ik jou. Ik ga gewoon focussen nu op mijn werk, op mijn vlogs en andere dingen, maar echt niet op vrouwen en relaties en bullshit. Jullie, ik wou dit even kwijt, dat is one. Luister, waar ben je? In de keuken, ben je alleen? Ja. Ja, wil je nu praten of straks als je klaar bent met werken? Nu? Nee, maar het is serieus, man. Hoezo? Gewoon. Wat zeg? Gewoon, het is serieus, man, wat ik wil praten. Wacht even. Is dat? Is er echt een stukje voor mij? Of? Ik ben zo terug, hè? Ja, ik ben zo terug. Wacht, hè? Ja, prachtig. Want anders ga ik niet kunnen werken, ik zweer.
Zeg, meisje? Wacht, laat me nadenken hoe ik dat ga zeggen. Wil je niet meer, of wat? Zeg, als hij zo is, zeg dan. Ja, man, het is gewoon, ik wil alleen zijn. Mijn reden daarvoor is, ik weet gewoon, snap je, als ik bij jou ben, ik hou mezelf terug van dingen die ik echt wil. Snap je? Ik hou mezelf zo in om zo niet te doen wat ik echt wil. En dat is gewoon niet chill. En hoe bedoel je met jou in voor dingen dat je zo met meisjes praat? Zo? Ja, man. Snap je? En het is niet eens dat ik met meisjes wil omgaan of zo op dit moment. Snap je? Het is niet van, oh, ik heb chicks waarmee ik op praat of zo, maar het is gewoon als ik gewoon bij jou blijf, snap je? Ik voel mij gewoon zo opgesloten en ik haat dat gevoel gewoon. Ja. En het ding is ook, zo nu, ik wil gewoon focussen op mijn leven, serieus. Ja. Nee, maar ik respecteer dat lang, snap je? Ik weet niet wat ik wil, maar als jij dan wel, snap je? Je weet dat, ik kan niet met één meisje zijn, want dat ben ik niet, snap je? Ja, nee. En je weet dat ik dat niet graag heb, dus ja. Dan is dat beter dat dat zo gebeurt, dat dat zo gedaan is, dat ieder van ons zijn eigen weg gaat, zo snap je? Mm-hmm. En ik respecteer dat je dat zo tegen hebt gezegd, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik ga sowieso niet meer praten, ik ga zelfs de nummer niet blokkeren, bedoel ik. Ik ga dat verwijderen gewoon, ik kan niet blokken of zo. Mm-hmm. Ik ga gewoon niet meer vragen. Moest je ooit erg zien komen of zo, dan vraag je gewoon. Oké, ik heb misschien een probleem. Sorry. Hou je goed, hè? Ja, jij ook. Mm-hmm. Dank je wel. Oké, ja, succes. Oké. Okay. Bye. Wat? Ciao. Ja, ciao. Ik wil automatisch love you zeggen, man. Zo zien jullie maar, man. Die shit is een real idee. Maar nu is het echt mijn tijd. Tijd voor mijn leven op orde te krijgen, mijn carrière, mijn prioriteiten. En alles, mijn gezondheid, die deed ik zo. Blijf mij volgen op deze journey, guys, want ik ben so serious about this. To be the biggest in my country. So yeah, stay tuned, guys. Ik zie jullie morgen, Swan. Dus ik ben dit nu aan het editen en gisteren na dit moment was ik meteen gaan douchen en in de douche had ik zoveel inspiratie om een track te schrijven. Gewoon ook om dit hoofdstuk te kunnen afronden. Ik was ooit begonnen met muziek te schrijven omdat ik altijd mijn gevoelens opkropte en nooit uitte. En door muziek ben ik dat gaan leren doen. Dus gisteren, automatisch na deze situatie, kreeg ik meteen inspiratie om erover te schrijven. En dat heb ik dan gedaan. En voor iedereen die tot hier heeft gekeken, ga ik jullie nu laten horen hoe ik kijk op deze situatie wat er is gebeurd. Dus veel luisterplezier. En ik ga morgen ook niet meer filmen. Maar morgen ga ik gewoon één sollicitatiegesprek doen. Zo'n soort screening. En dat is eigenlijk alles. En voor de rest gewoon een beetje muziek maken en zo'n dingen. Voor iedereen die me nog niet heeft op Snapchat, voeg mij daartoe. Want er komen dagelijks previews van nieuwste tracks die ik schrijf. Zoals deze, die heeft Snapchat gisteren al gehoord. Gewoon meteen wanneer ik die had geschreven en opgenomen, heeft Snapchat deze al gehoord. Deze kwaliteit is echt heel slecht, ik weet het. Maar ik ga jullie nu de helft van het liedje preview geven. Als je tot hier hebt gekeken, is het only right om mij een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal. Elke week komt er een weekvlog online. De eerste en de 16e van elke maand komt er een special video online. Dat kan een interview zijn, een challenge of gekke andere dingen. Dus nu jullie kijken, de dag hierna wordt een special video gedropt. En dit gaat een Q&A zijn. Jullie gaan me beter leren kennen. Ik ga de mensen van Facebook en Snapchat vragen om mijn vragen te stellen. En ik ga die morgen beantwoorden. Stay tuned. A lot of love. Squad. Gang. Zoveel meegemaakt, kijk nu waar we zijn. Ik kom van de bodem, maar ik ga een stijgende lijn. Leven net de rollercoaster en het is nu het einde.
van de rit. Ik weet dat het niet makkelijk is, want wat was ons leven mooi, weet ik als jou geen ander vind. Goddamn, toch was het beter zo en ik wens jou het beste. Jij was het beste. Kon ik terug in de tijd, deed ik hetzelfde. Weer opnieuw, want jij was wat ik wou. Jij was precies wat ik nodig had. Onze tijd was goud, maar doorheen de jaren merkte jij en ik dat wij elkaar niet meer volmaakten. Nee. Dus het is nu beste dat je loslaat. Het is nu beste dat ik loslaat. Het is nu beste dat je losgaat en ik losga.